Hebben jullie het een beetje gevolgd, vrienden? Dat met die Angela de Jong en Gordon. Nou, dat is al een hele tijd aan de gang, hè? Dat weten jullie wel, hè? Ja, want die Angela de Jong, die is begonnen met Gordon een beetje te beledigen in die stukjes. En die Gordon, die dacht bij zichzelf, ja, ho ho, maar dit pik ik niet. En die beet gelijk van zich af. Ja. En daar ben ik wel voor, moet ik zeggen. En nou is het maar de vraag, ja, aan wiens kant sta je nou, hè, in dit hele verhaal? Ben je met Angela de Jong of ben je met Gordon? Maar ja, kijk, die Angela de Jong, laat er nou even wel zijn. Het is natuurlijk ongelooflijk ouderwets en heel erg, heel erg bedompt als je nog tv-recensies schrijft. Dat is niet meer van deze tijd gewoon. Nee. Ik bedoel, alsof de tv recensies gaat schrijven over, of stukjes gaat uitzenden over die ranzige verhaaltjes soms in het AD. Nee toch? Dus je gaat elkaar toch de maat niet lopen nemen. Maar ja, dat doen ze dus nog bij het AD. En dat is heel erg 1960, zou ik maar zeggen. Maar goed, die Angela, die wil dus gewoon alsmaar de maat nemen. Maar luister, zij is geen expert, hè? Ze heeft nooit iets gepresteerd, hè? Niks in haar leven, op tv-gebied. Heeft ze ooit een grote show gepresenteerd? Is regisseur geweest, weet ik veel. Heeft ze een leuke serie geschreven? Allemaal niet. Dus geen expert, geen enkele autoriteit op het gebied van tv. Een voetballer, oud-voetballer, die mag het voetbal analyseren. Enzovoort, enzovoort. Politici mogen wat zeggen over de politiek in Den Haag. Maar Angela de Jong mag eigenlijk helemaal niks zeggen over de tv. Maar ze neemt wel iedereen de maat. En trouwens nog even wat. Die Angela de Jong, die hoort helemaal niet in die programma's te zitten waar ze allemaal verschijnt. Want elke tv-camera die strikken zich dood als ze Angela de Jong zien. Van, ho, daar komt ze weer aangerend. Ja, poep. Alsof er honing op die lens zit. Daar komt ze weer. Er is geen restaurant in Nederland die nog een tafel wil hebben. Want Angela schuift weer aan. Ah ja, zo zit hij ongeveer. Ja, ik zit te zeppen soms. En dan zie ik die Angela, oh, weg, zep, zep. Maar in het zeppen kom ik haar hoofd weer gewoon 3 keer tegen, weet je wel. Op elke zender zit ongeveer Angela de Jong. En ze is meer op tv dan Martien Meiland. Nou, dat zegt alles. En dat is het gewoon met haar. Zij hoort niet in die programma's. Want als je het erover schrijft, moet je erbij wegblijven. Maar goed, dat doet ze niet. Neemt anderen de maat over ijdeltuiterij. En zelf is ze de ijdelheid ver voorbij. Kom ik op het programma van de boerderij van Dorst. En daar zat dus de Anouk in. En iedereen vond Anouk geweldig, helemaal top. En Gordon zat daarin. En daar ging de Angela weer. Want die is alleen maar bezig om die Gordon elke keer weer af te zeiken. En ja, ik bedoel, dat is niet zo professioneel. Nee, want elke keer maar weer begint ze over die Gordon. Hij gaf gewoon een interviewtje, dat was alles. En hup, hij was weer een narcistische kleuter en er was weer dit en er was weer dat. Toen dacht die Gordon, ja, daar gaat ze weer. Gaat ze me weer aanpakken. En die ging ook tekeer. En die zei, die Angela de Jong, die takkentrol met de dikke reet. Ja, niet zo erg aardig, maar goed. Die pakte er ook weer aan. Ja, en dan is het gewoon maar, aan wiens kant sta je nou? Ben je aan de kant van Angela de Jong of ben je aan de kant van Gordon? Vrienden, ik heb mijn keuze ook gemaakt. En ik sta aan de kant van Gordon.